Heerlijk zo, hè, bij de opa. Ja, heerlijk. Heb ik jullie het verhaal al verteld van dit kasteel? Hey, lieve kijkertjes, daar zijn we weer. Met de leukste drieling van Nederland. Jalicia. Jaden. Jason. En natuurlijk met ons. Melanie. En Ruben. Hey, hallo allemaal en welkom bij Koet Live. Ik ga weer voor Award Slechtste Vader 2019. Ik ga weer een prankje uithalen met de kinderen. Zoals jullie weten zijn we in een heel oud kasteel. En in dit kasteel zijn natuurlijk vroeger hele enge dingen gebeurd. Dus wat we gaan doen is de open haard aansteken. Gaan we allemaal verhalen vertellen over vroeger, over dit kasteel aan de kindjes. En dan gaan we ze naar bed brengen. Maar dan begint het feest. De kinderen slapen in die kamer hier tegenover. En hier ga ik een box zetten. Dat boxje zet ik hard genoeg. Zodat de kinderen, als ze hier naar bed gaan, het kunnen horen. En wat ga ik dan aanzetten? Allemaal enge spookgeluiden. Krakende deuren, de wind, allerlei rare schreeuwende kinderen. En dan ben ik benieuwd hoe lang het duurt voordat de kikkers hier naar daar gelopen zijn. Dat ze zeggen, papa, 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 wat is dat? Wat is het dan weer vreselijk vandaag. Wat een enge, vreselijke man is het toch in die koet. Ach. Dan krijg je weer, dat doet je kinderen toch niet aan. Ja, dat heb ik wel eens vaker gehoord tijdens die prankvideo's. Ze moeten wel tegen een geintje kunnen, hè. Dus laten we ze gewoon even pesten. Wordt lachen. Om een goede sfeer te creëren, dames en heren, zal ik even een open haartje aansteken. Zal het werken? Ik ben benieuwd. Oh, als ze het erin zetten zo. Hier boven. Zo. Dat is wel voorlopig even voldoende. Deurtje dicht. Laat hem even goed branden. En dan hebben we een perfecte sfeer. Gewoon een spannend verhaal. Heerlijk zo, hè, bij de opa. Ja, heerlijk. Heb ik jullie het verhaal al verteld van dit kasteel? Nee. Er woonde hier vroeger een heerschap. Die had honden. Die had honden. Heel veel honden had hij. Daarom ook al die schilderijen met die honden. Met die hondenkoppen, ja. Maar die honden waren niet altijd lief. Zeg je? Ik zeg, die honden die waren niet altijd lief. Dus sommige honden hebben de eigenaars opgegeten. De kinderen en de... Maar niet ons. Maar waar zijn ze nu heen? Dood. Hartstikke dood. Hoe zijn ze dood? Hoe zijn ze dood gegaan? Heel lang dood. Ja, het is gestorven. Ja. Dat betekent gestorven. Ja, kan die honden wel zelf eten? Die spoken nou hier rond door het kasteel. En als je s'nachts goed luistert... Ja, nu ook nog. Als je hij is dood toch? Ja, maar nou dwalen ze hier nog door het kasteel. En geesten dwalen nog rond. Af en toe hoor je de deuren piepen en de vloeren kraken en de wind langs het huis zuizen. Ja. Dat is niet. Let vannacht maar op, luister vannacht maar goed of je vreemde geluiden hoort. En vooral blaffende hondjes. Willen jullie een hondje? Nee, dat is Kenzo. Wat Kenzo, ja. Kenzo is een hond, die doet. Ja, Kenzo loopt hier ook rond. Ja, misschien eet hij hier wel vannacht op. Nee, Kenzo slaapt hier rond vannacht. Geloven jullie in spoken? Nee, spoken gestaan niet. Na vanavond denken jullie anders. Ga lekker naar bed. Lekker samen in één bed slapen. En niet te veel luisteren vannacht of je rare geluiden hoort. Maar als je iets hoort, kom maar meteen naar papa, ja? Want ik verjaag de hond dan wel. Ja? Die kent ze toch niet? Ik zei dat dood, zei je. Ja, maar hun geesten leven hier nog voort. Ze spoken hier nog door het kasteel. Wap, hou nou op. Spoken bestaat niet. Spoken bestaat niet. Die honden zijn al lang. Ja, hebben ze gelijk. Waarom hangen dan hier de schilderijen nog? Ze komen s'nachts uit de schilderijen. Nee. Ja. Nee, dat is toch s'nachts? S'nachts komt hij uit de schilderij en dan loopt hij hier door het huis. Je maakt een grapje.
Ga vandaag maar kijken dan. Als ze maar uit de schilderijen komen, dan pak ik mijn vuist en sla ik hem helemaal in de kanis. Ja, nee, ze gaat ze. En heb je dat gehoord, meneer Roman? Hey, hij bewoog, hij bewoog. Nee. Hij bewoog. Nou, eerst kijk je die kant. Ja. Ja. Nee. Nee. Ja, dan probeer je hem ook. Kijk. Ja. Nee. Nou, als ze maar eruit komt, stank ze uit elkaar, zijn ze gestorven en die gaat de schilderij allemaal kapot stampen. Wel te rusten. Kom maar, naar boven. Wat is er? Ik wil niet alleen. Ik wil niet alleen, kom. Als ik honden zie, dan zwak ze uit elkaar. Juist. That's the spirit. Ik ga naar Tokken ook. Dus ik heb naar Tokken. Ja, kom maar, hier naar jullie kamer, jongens, kom. Ik ga die aan opladen, kom maar. Ik ben toch niet bang. Kom maar. Zo, welterusten. Ze liggen op bed. Het is showtime. Wat is er? Zet hem uit. Ah, zet het uit. Dan die kijk nog meer eens over. Zet hem uit. Dan krijg ik nog meer eens over. Prank! Ik vind het gewoon niet leuk. Wat maar dit papa, niet leuk? Maar dat kan helemaal niet. Daarom hoor je geen muziek. Nee, dat klopt. Maar ik vond even geen anders eng stukje. Ik dacht, ik maak een stukje met alleen maar kinderen die praten. La, 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 la. Of alleen maar spoken die schreeuwen. Maar die vond papa niet. Niet leuk? Niet leuk. Niet leuk. Papa. Ik vond hem best wel geestig eigenlijk. Hey, snap je een woordgrap? Geestig. Hey, snap je een woordgrap? Geestig. Nee, niet geestig. Ik vond het heel eng. Vond het heel eng? Ja, en ik ook. Maar geloof je echt het verhaal van die honden uit de schilderijen? Dat kan toch niet? Spoken bestaan niet. Hoe vaak heb ik jullie dat verteld? Ja, en hoe kan ze nou uit de schilderijen komen? Dat kan toch niet? Je hebt ook een geintje gehaald. Ik heb een geintje gehaald, ja. Maar stond eerst bij die witte hond gewoon met een plant voor bij je neus. Nee. Jawel. Ja, was dan, het zijn gewoon schilderingen, jongens. Maar ze stonden gewoon. Ja, gewoon, ja. Dus het is allemaal nep. Papa, heb je die gewoon een beetje voor de gek gehouden? Papa. En ik heb papa heb zo vaak verteld dat spoken niet bestaan. En toch trappen jullie er een beetje in. Maar papa, als het te eng is, dan trap ik er ook echt in. Ja, dat heb ik in de gaten. Maar je kwam wel als eerste ook de kamer ingetrapt. Op. Jij bent er ook ingetrapt, ja. Ja, jij zeker. Als ik jou nu vertel dat er spookwoners zitten, geloof je het? Papa! Jawel. Ja, zie je, dan geloof je het. Ja, inderdaad. Spoken bestaan niet, Alicia. Nee. Maar papa, nou, ja. Beter ga ik maar hier slapen. Ja, dat dacht ik al. Ik ook. Ja, dat dacht ik ook al. Ja. Omdat papa jullie zo bang gemaakt heeft, mogen jullie allemaal hier op de kamer slapen, papa en mama. Ja? Yeah. Yeah. Mooi, wel te rusten. Papa en mama gaan op jullie kamer. Nee. Dag. Nee, ik ga niet op jullie eigen. Prank! Ik ga jullie een matrassen pakken. Maar wie van jullie durft de vlog af te sluiten? Ik. Durf je dat wel? Ja? Tot morgen, dan zijn we weer. Doei! Wow, een spook, een echte spook! Een echte spook, kijk eens! Nee, dat is gewoon mama! Ah, ah, ik ben weg! Boo.
Tot morgen.